Ontroerende, lieve, mooie en grappige verhalen uit de groenste oase van Amsterdam. Artis. Mijn naam is Gerdy Verbeet en dit zijn mijn herinneringen aan Artis. Ja, mijn eerste herinnering aan Artis, dat is een hele bijzondere herinnering. Toen zat ik op een olifant. Ik denk dat ik een jaar of vijf was. En in die tijd werd dat nog gedaan met dieren die woonden in Artis. Murugan was een olifant, die was ons geschonken door India, volgens mij. En dan mocht je daar op zitten. Ik weet ook nog wel dat ik buitengewoon opgelucht was toen ik er weer af was. Want het dier had een soort borstelige huid. Groot. In mijn herinnering waren het haren. Dat leken wel zeg maar van die cocktailprikkers. En heel hard. En het stonk ook wel een beetje met allemaal zand tussen die haren. Maar een hele leuke herinnering. Ik ben een Amsterdammer. Ik ben eigenlijk opgegroeid met Artis. Verhalen over Artis. Amsterdam-Oost. Mijn grootvader en mijn grootmoeder hebben elkaar leren kennen in de tijd dat mijn oma vlakbij Artis werkte. Het Schravenzandeplein, vlakbij het Oosterpark. En dan gingen ze ook wel wandelen in Artis. En mijn opa werd bij dat soort wandelingen, ik denk ook dat het een beetje een pestkop was, werd hij altijd bespogen door de lama. Dus dat was altijd het sterke verhaal dat we altijd open hadden. En als mijn opa dan een paar jaar later weer ging, dan werd hij weer bespogen door de lama. En dat is ook wel eens gebeurd als mijn broertje en ik erbij waren. Blijkbaar was er iets in hem wat die lama enorm inspireerde om weer eens een keer te kijken hoe ver hij kon komen. En hij kon goed mikken. Nou, die verhalen, dat is wel, dat blijft bij je. En je realiseert je dan ook als je met de kinderen en kleinkinderen daar loopt. Op heel veel verjaardagen heb ik gevierd in Artis. En dan zie je ook hoe iedere keer dat je daar komt, ook de ideeën over hoe je omgaat met dieren in gevangenschap, hoe die veranderd zijn. Toen ik jong was en Artis binnenkwam, vond ik wel heel mooi. Dan zaten allemaal papegaaien op stokjes, maar ze zaten wel met kettingen vast aan die stokjes. Dus of dat nou heel aardig was, ik denk het eigenlijk niet. Ja, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Maar ik vertel dat soort verhalen wel aan mijn eigen kleinkinderen om ze te laten merken hoe de opvattingen in de loop der tijd veranderen. Dat dingen die in mijn tijd heel gewoon waren, dat je die nu dierenmishandeling zou vinden. En Artis zie je ook dat steeds meer respecteert wat de gewoonten zijn van dieren en probeert hun leefomgeving zo te maken dat ze toch gewoon hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. En dat is buitengewoon belangrijk. Eigenlijk mijn hele leven lang ben ik op belangrijke momenten met mensen waar ik van hou naar Artis gegaan. Dus ook met mijn eerste vriendje. En later dus met mijn kinderen en nog weer later met mijn kleinkinderen. En heel bijzonder van die periode is geweest dat ik drie kleinkinderen had die heel dicht bij elkaar waren. Die waren 1, 2 en 3, hè? Dus dat scheelde allemaal maar net een jaar. En mijn moeder woonde in die periode in het verpleeghuis vlak naast Artis in Sint-Jacob. En dan haalde ik mijn moeder op. En dan gingen we samen met mijn kleinkinderen en met mijn moeder naar Artis toe. En ik weet niet waar zij het meest van genoot. Volgens mij ook vooral van het kijken naar de kinderen. Hoe ze genieten van het contact met de dieren. Ook hoe dat verandert. Mijn moeder was schooljuffrouw, dus zij observeerde heel goed. En bij jonge kinderen zie je dat ze eigenlijk net zo geïnteresseerd zijn in de musjes in Artis. En in de steentjes en in de mieren. En bij de grotere kinderen zie je dat ze vooral geïnteresseerd zijn in de bijvoorbeeld ook in de paarhandelingen. Mijn kleinzoon een periode had, en trouwens mijn zoon had dat ook, die bij alle dieren vooral wist hoe lang de draagtijd was en wat ze aten, weet je wel. Dat boeit kinderen dan enorm. Eén hilarisch moment was dat ik met mijn moeder dus en de kleinkinderen voor het hok van de giraffen stond. En dat die giraffen duidelijk bezig waren met het oefenen op nieuw nageslacht. En we stonden daar ademloos te kijken. Maar mijn moeder had een beetje een preutse opvoeding gehad. En dat, laten we zeggen, het voortplantingsorgaan van de hengst is
kan je zeggen, indrukwekkend. En dat mijn moeder op een gegeven moment zei, terwijl al die omstanders geboeid stonden te kijken: kind, 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 wat hebben die giraffen toch een lange... En toen kwam er achter nekken. Waarop die hele groep van mensen die daar naar die paardans stond te kijken, werkelijk nou, verschrikkelijk in de lach schoot. Omdat natuurlijk niemand op die nekken aan het letten was op dat moment. Maar ja, mijn moeder, keurig opgevoed als ze was, zag dat andere gewoon niet. Het kwam in haar hoofd niet op. Afijn, u zult begrijpen dat ik niet kan wachten tot ik weer met mijn jongste kleinzoon, bijna 8, weer naar Artis kan gaan. En hem dan wel al die verhalen van vroeger ook weer kan vertellen. Die voor mij, als ik door zijn ogen kijk naar wat we dan zien, weer helemaal levend worden. Artis vergeet je niet, of beter gezegd, vergeet Artis niet. Want het gaat niet goed met de dierentuin. We blijven de dieren goed verzorgen, maar we dreigen geen geld meer te hebben voor verbeterprojecten en uitgaven aan onderhoud. Daarom een oproep aan alle luisteraars: steun ons. Alleen met jullie steun kan iedereen herinneringen blijven maken in Artis. Ga naar artis.nl/steun en doneer. Namens alle dieren en iedereen van Artis, dank je wel.